Hallo iedereen, dit is een Nederlandse review van de Sennheiser HD465. Ik heb deze gekocht op een site waar het elke dag aanbiedingen zijn en deze was nou redelijk voordelig te krijgen. Ik heb hem momenteel voor 40 euro kunnen krijgen en doorgaans ligt hij voor ongeveer 70 euro in de winkel. Ik maak deze review om even mijn ervaring te delen met de hoofdtelefoon. Om jullie misschien bij een besluit te helpen kiezen. Hier zie je ook de doos nog van Sennheiser. Mooie doos. Om te beginnen. De aansluiting van het apparaat wordt zo geleverd met een dikke mini-check plug. Maar omdat deze niet in je MP3-speler zou gaan passen, kun je die er gewoon afschroeven. En heb je een 3,5 mini-check plug erin zitten. Deze kan dus gewoon in je iPod of je laptop, maakt niet uit, elke willekeurige MP3-speler. Goud verhulst, ze zeggen dat het betere kwaliteit oplevert, daar vraag ik van af. Een ander handig ding is, bij de hoofdtelefoon zelf kun je de kabel er ook uittrekken. Dus op het moment dat je bij spreken last hebt van kabelbreuk, hoef je je headset niet weg te gooien, maar kun je gewoon een nieuwe kabel kopen. En dit verlengt natuurlijk de levensduur van je hoofdtelefoon. Eigenlijk wordt deze hoofdtelefoon bij de Sennheiser zelf in de cinema gedeelte geplaatst. Ik gebruik hem echt om gewoon muziek mee te luisteren. Het eerste wat je opvalt op het moment dat je de hoofdtelefoon opzet is het grandioze basgeluid. Je blijft zelfs bij hele zware basgeluiden een zeer zuivere toon behouden. En dat is denk ik ook de kracht van deze headset.